Welkom op het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. Ik ben Albert, ik ben de burgemeester en ik heb nog nooit een film gemaakt. Maar ik kijk er wel heel graag. Vandaag zijn we bij het Leids Filmfestival. Er zijn 14 films en we hebben er 7 gehad. Zo, dit is jullie nieuwe juf. En ik ga de zaken heel anders aanpakken. Oké, ik heb hier een boekje en als ik jullie naam... Het was heel leuk dat we deze film mochten maken. De filmen die waren heel mooi gemaakt en ze waren heel vet. Ik vind het belangrijk dat er zulke films worden gemaakt. Want niet iedereen heeft zo'n goed leven als wij. Het was heel spannend en leuk. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Wij waren 6 films. Ik vond de andere films ook best goed. Dus hoop maar dat wij winnen. Oké, alleen welke kinderrechten hebben jullie in de film verwerkt? Recht op je eigen mening. Onze film gaat over ontvoeringen en over slavenhandel. En ook nog allemaal kleine dingetjes. Ik vind het heel erg leuk om film te maken. En ik vind het ook heel erg leuk om actrice te spelen in een film. Je dacht hoe erg het zou zijn om in een oorlogsgebied te wonen. Oh, het is koud, jongen. Hey, ja? Ja, het was niet zo. Het was heel moeilijk. Het was niet echt waar. Het gaat zeker weer. We hebben een hele mooie winnaar. Ik vond het heel leuk, want het opnemen was heel grappig. En het is ook leuk om je eigen film dan op zo'n groot deel te zien. Hebben jullie wel geslapen vannacht? Ja, nou ja, een soort van. Ik werk echt niet door. Dat is geen wel, want ik wil het en ik wil het. En nu? Ja, beste filmmakers. Oh, dat zijn jullie. Jullie zijn niet leerlingen. Wat wij vandaag hebben gezien, dat is echt fantastisch. Jullie zijn echte filmmakers. Dus ik ga nu de winnaar bekendmaken. De winnaar is de film De Kinderontvoerder. CD, Eva en Jasmin, die hebben ze meegenomen. Ik zie hier een berichtje. We moeten allemaal in verband met een ontvoering om 11 uur naar het digibord kijken in de groep 8. Ik ben Henri Lentvink, ik ben de burgemeester van Leiden. Ik was hier vanochtend bij het Kinderrechten Filmfestival. En dat laat zien hoe ontzettend leuk het is dat kinderen met het thema kinderrechten bezig kunnen zijn door daar filmpjes over te maken. Hoe vond je de film? Ik vond het leuk, vooral het maken met mijn groepsgenoten. Wat heb je geleerd van het filmen? Nou, ik heb geleerd dat ik meer mijn mening kan uiten. En dat je het gewoon, ja, je kan gewoon zeggen. Je hoeft er niet bang voor te zijn.